Ik ben Anna Kooijman, ik ben de minercoördinator voor de Miner Plus Meedoen op Zuid. En ik wil jullie graag meenemen in wat deze Miner Plus nu precies inhoudt en waarom je hier aan mee zou kunnen doen. Nou, het zijn eigenlijk twee woorden, Meedoen en Zuid. En als eerste richten we ons op Rotterdam-Zuid. Want waarom nu Rotterdam-Zuid? Het is een heel groot gebied. Nou, je vertrekt hier als eerste vanuit de hogeschool naar de andere kant van de Maas. En dat heet allemaal Rotterdam-Zuid. Maar wij gaan ons wel richten in deze minor op de oude stadswijken. Daar speelt het programma, het nationaal programma Rotterdam-Zuid, kwaliteitssprong vooruit af. En dit is een heel langdurig programma en dat is opgezet omdat juist dit deel van Rotterdam-Zuid achterblijft bij de rest van Rotterdam en bij de rest van Nederland. Dus de ambitie is om deze mensen, kinderen en jongeren, vooruit te helpen en hen kansen te bieden op goede schoolcarrière, op een baan en op volwaardig burgerschap. Rotterdam-Zuid is dus het laboratorium waar we met deze MinoPlus aan de slag gaan. En het andere woord is meedoen. Maar waar gaat het nu om? Dat kinderen en jongeren en volwassenen op school zitten, een baan hebben of meedoen in de maatschappij, meedoen en verantwoordelijk zijn voor hun buurt. Nou ja, wat is daarvoor nodig? Plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar vooral ook perspectief bieden. Dus daar gaan we ons deze MinoPlus op richten. Nou, wat ga je deze MinoPlus leren? En MinoPlus gaat het heel erg om een zelfstandigheid die je hebt. Maar we gaan aan de ene kant gaan we vertrekken vanuit een aantal concepten, heet het dan, theorieën, waar de overheid belang aan hecht. Dat was bijvoorbeeld actief burgerschap en sociaal ondernemerschap. En daarnaast ligt juist de bal bij jullie, bij de studenten, van welke kennis hebben we nog meer nodig om dit vraagstuk op te lossen. En dat kan op een heel breed gebied liggen. Dus er zit een kenniscomponent in wat wij voor een deel aanbieden. En aan de andere kant jij zelf naar op zoek gaat. Of omdat het jouw eigen expertise is vanuit je opleiding, of omdat het graag iets is wat je wil leren. Als tweede nou ja, gaat het ook om iets vernieuwends. Dus het innovatieve is ook een kenmerk van deze MinoPlus. Hoe kom je nu tot een nieuwe oplossing? Hè? Zo, die wijken en die plekken, die bestaan er nog niet. Of je ziet het nu wel in verschillende gemeenten, zie je ze met datzelfde vraagstuk worstelen. Dus misschien ga je ook wel juist buiten Rotterdam kijken, bij andere gemeenten. Hoe hebben ze dat daar nu georganiseerd met die nieuwe panden, buurthuizen, plekken? En wie zijn daar allemaal belangrijke partners in dat verhaal? Het kunnen ook de lokale ondernemers zijn die een hele belangrijke stem krijgen. Omdat de jongeren daar bijvoorbeeld stage kunnen gaan lopen of aan hun arbeidsperspectief kunnen gaan werken. Dus je gaat echt met een andere bril op naar dit vraagstuk kijken. En daarnaast, de derde component, dus het is inderdaad kennis, innovatie, is ook je persoonlijke ontwikkeling. Hoe wil jij je verder ontwikkelen als student? Je zit nu in de laatste fase van je studie. En wat is nou net dat plusje wat je nog uit deze opleiding wil halen, waarmee jij je straks kan profileren op de arbeidsmarkt? Dus dat vraagt ook van jou om over die grens heen te stappen. En dat is ook eigenlijk dat ondernemende en dat pionierschap wat we zoeken. Dus voel jij je aangesproken als nou ja, in het diepe durven duiken, pionier durven zijn en ook jezelf in andere vraagstukken te willen verdiepen. Nou, kom op en doe mee aan deze Miner op Zuid.